Dag beste lezers van voetbalkrant.com. Het is woensdag en dan zitten we natuurlijk zoals wekelijks voor jullie klaar om het debat van de week eens te overlopen. En uiteraard op een dag als vandaag, wat kunnen we anders bespreken dan wie de gouden schoen gaat winnen. Resultaten van de poll waren vrij duidelijk. Hans van Aken krijgt een absolute meerderheid van 54%. Op de voet toch nog enigszins gevolgd door Pozuelo, 32%. En eigenlijk de rest staat niet op de foto. Is dat ook wat we vanavond mogen verwachten? Ik denk dat dat wel aardig in de buurt zal komen, ja. Bij Mehdi Karsela, op die derde plaats, is het wel geweten dat het vooral in zijn eerste stemronde zal moeten gebeuren. En ja, er zullen wel veel stemmen naar de Genkies gaan, denk ik. Vooral ook gewoon omdat die als ploeg zo'n sterk jaar gespeeld hebben en aan zo'n sterk seizoen bezig zijn. En inderdaad, van de drie zie ik Pozuelo wel de meeste stemmen halen. Ja, en dan Van Aken, ja, misschien de meest... Dat is normaal, hè. Ik bedoel, de beste, de meest constante, fantastische statistieken. Het zou natuurlijk wel raar kunnen zijn, enigszins, dat hij geen een van beide periodes gaat winnen. Misschien dat Karsela die eerste periode wint en dan eventueel Pozuelo de tweede. Maar dat Van Aken, ja, als je waarschijnlijk dan twee keer tweede wordt en dan ben je waarschijnlijk al samengeteld, zal de kans wel het grootste zijn dat Van Aken echt wel de meeste punten gaat halen. Hè. Dus dat wel... Ik vrees ook vooral een beetje voor Pozuelo dat er te veel punten gaan gaan. Ook naar Trossard, naar Malinowski, naar Bergen, naar Samatta. Ja. Het zal misschien de zwakte zijn inderdaad bij die van Genk, dat ze met zoveel zijn. Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat Genk ook wel zeker in de prijzen gaat vallen. Als we dan kijken naar trainer van het jaar, denk ik dat we daar dan het collectief van Genk... op basis van het heel goede jaar toegegeven. Ivan Leko heeft een titel gepakt en mooie prestaties neergezet in de Champions League. Maar ik denk wel, als we het parcours van Clément voor Genk bekijken 2018, dat hij toch wel de favoriet is om coach van het jaar te worden. Ja, het is gewoon indrukwekkend sinds hij coach geworden is te koer. Want hij zat dan bij de belofte van Club Brugge en daar deed hij zijn ding in de schaduw, zeg maar. Kreeg veel minder aandacht dan bij Beveren. Ja. Begint hij direct fantastisch en versiert die... Die transfer naar Genk en hij heeft toch bewezen dat hij echt wel een trainer is die heel veel kan en die nog een zekere mooie toekomst tegemoet gaat. Want tenslotte is hij ook nog maar anderhalf jaar bezig in de Jupiler Pro League. Wat toch echt wel straf is om dan nu al zelfs genoemd te worden voor trainer van het jaar. Ik denk dat hij dat heel weinig kunnen aandoen. Ja, klopt. Dan zijn er nog een aantal andere categorieën. Beste Belg in het buitenland, dat is in principe een strijd tussen Nazar en De Bruyne. Eventueel Courtois, al wordt een doelman voor zoiets weinig uitverkoren. Ja. Dus, ik denk ook dat het een overgrote meerderheid voor Eden Hazard zal zijn. Ik denk het ook. Is ook sportman van het jaar geworden. Dan zou het al gek zijn als je dan niet de beste voetballer in het buitenland zou zijn. Hij is ook nog belofte van het jaar. Ik denk dat we daar toch vooral naar Wesley kijken. Ja, vorig jaar ook gewonnen. En verdiend. Hè. Ik denk, qua spitsen misschien wel de beste van België. En in principe gaan we het seizoen nog uitdoen, dus we kunnen er nog even van genieten. En dat moeten we dan ook vooral doen, lijkt me. Ja, en dan is er ook nog de vrouwelijke gouden schoen. Ik denk dat daar Tessa Willaert in principe heel dicht bij haar tweede prijs staat. Al is Janice Kaiman zeker niet uit te sluiten. En ook Aline Zeller op basis van haar leren carrière. Het is wel opmerkelijk, in onze poll op vrouwenvoetbalkrant krijgt Davina Filtjes voorlopig de meeste stemmen achter haar naam. Maar die maakt zich wel populair bij de fans. Door haar onverzettelijkheid en door haar kleine gestalte, maar toch continu vechten voor elke bal. Maar ik denk wel, als we puur op basis van kwaliteiten gaan kijken, dat dan toch wel Tessa Willaert de topfavoriet is voor vanavond. Dus dan krijgen we een hele leuke show met heel veel prijzen, waar we ook uiteraard ter plaatse aanwezig zijn met een aantal journalisten. We kunnen dus ook de eerste reacties aan u bieden en heel veel meer. Dus de komende dagen zeker ook voetbalkrant in de gaten blijven houden, zou ik zeggen. En tot de volgende. Tot dan.